What's up, dames en heren, welkom bij een nieuwe video, een nieuwe vlog van onze serie, de Full Journey serie, waarin wij ons dagelijks leven vloggen. In deze aflevering laten wij onze huidige leg workout zien. We laten zien hoe wij onze benen trainen, want dat is altijd wel een grote vraag binnen de calisthenics community. Ook laten we een workout zien. Ja, precies. We hebben vorige week voor het eerst buiten getraind in de zon. Super mooi weer. Ik heb een handstand push-up workout gedaan. Ik heb 3 oefeningen gedaan. En ik vertel jullie ook waarom ik die oefeningen doe. En daarnaast geef ik ook wat informatie over hoe wij trainen, hoe wij onze workouts indelen en waarom wij bepaalde oefeningen kiezen. Ja, precies. En voordat we beginnen met de video, hebben we een hele leuke en belangrijke aankondiging. Want zoals jullie misschien weten, hebben wij de afgelopen tijd onze hele website vertaald naar het Nederlands. En we hebben ook alle programma's vertaald, dus die zijn nu ook allemaal beschikbaar in het Nederlands. En om dat te vieren geven wij nu 35% korting op het Full Journey programma en alle losse programma's die daarbij horen, zoals het beginnersprogramma. Dus wil jij jouw lichaam veranderen en wil je toewerken naar vette calisthenics skills, dan zou ik zeggen check onze website en meld je aan voor een van onze programma's. En voor de mensen die nog niet weten wat het Full Journey programma inhoudt, het is een lange termijn programma bestaande uit 4 losse programma's. Dus je kan op elk niveau instappen. Dus als jij een totale beginner bent of je hebt al wat ervaring in de sportschool bijvoorbeeld, dan is het programma voor iedereen geschikt. Je werkt aan de hand van een tijdlijn, dus voor elk programma zet jij bepaalde doelen en werk je daar naartoe tot je uiteindelijk echt superhuman strength haalt bij het laatste programma. Dus ik zou zeggen, mis deze kans niet, want het programma is nu van 29 naar 19 euro, wat het goedkoopste is wat we ooit gedaan hebben. De sale loopt tot volgende week woensdag en verder, enjoy deze video. Yes. Oké, jongens, zoals je ziet zit ik hier in mijn kamer. Het is woensdagmiddag en ik ben nou de vlog aan het uploaden van vorige week. Die ga ik nu online zetten. Ik ben ook mijn maaltijd aan het eten. Zoals je hier ziet, pasta met pesto, vegetarisch gehakt balletjes, tomaat en broccoli. Want het is vandaag tijd voor een leg workout. Naar aanleiding van de body transformation video kregen we heel veel reacties of wij ook onze benen trainen. Dat is natuurlijk ook logisch dat mensen dat vragen, want in die video was de focus natuurlijk op ons bovenlichaam. We laten eigenlijk alleen maar ons bovenlichaam zien. Dit heeft er mede mee te maken dat natuurlijk de focus met calisthenics ook op je bovenlichaam ligt en niet op de benen. Maar toch trainen wij wel de benen niet zo vaak als ons bovenlichaam. Want het leren van skills, bijvoorbeeld een frontlever voor een planche, een backlever, vraagt en vergt gewoon veel meer tijd dan het trainen van je benen. Tenminste, het is maar waar je prioriteit ligt. Zelf vind ik het trainen van de benen voor 1 keer in de week vind ik genoeg. Dat doe ik meestal ook 1 keer in de week. En vandaag ga ik jullie laten zien welke oefeningen ik doe en hoe mijn leg workout eruit ziet. Dus ik ga even deze maaltijd opeten en dan zie ik jullie in de gym. Oké, jongens, zoals je ziet ben ik in de gym aangekomen. De eerste oefening is de front squat. Deze oefening doe ik 4 setjes van 5 herhalingen, dus ik train echt op kracht. En de reden waarom ik de front squat doe is omdat je hierbij ook echt heel erg vanuit je core moet werken. Ik ga ongeveer tot 90 graden, net iets dieper. En ik probeer eigenlijk zo zwaar mogelijk te gaan binnen een rep range van 5 herhalingen. De eerste 2 oefeningen die ik tijdens mijn leg workout doe zijn eigenlijk altijd met gewichten. Puur om kracht op te bouwen. De eerste dus de front squat en de tweede is de weighted hip thruster. Hier doe ik ook 5 setjes van ongeveer 5 herhalingen. En ik probeer bovenin hem 5 seconden vast te houden. Tussendoor deed ik ook even een handstand, want het gaat steeds iets beter met mijn elleboogblessure. Dus ik wilde even testen hoe het ging om een handstand te doen en het lukte aardig. Ook probeerde ik een kleine handstand push-up te maken, alleen ik wilde natuurlijk nog niet te veel belasten, dus daarna stopte ik. Daarna ging ik door met de laatste set van mijn hip thruster. Hierbij doe ik 110 kilo, dat is mijn persoonlijke record ook. Ook weer 5 herhalingen en 5 seconden vasthouden bovenin. En deze is trouwens overigens ook heel goed voor de frontlever, aangezien je hier vanuit je waistline, vanuit je heup, het gewicht omhoog duwt. De derde oefening, daarna ga ik over naar bodyweight oefeningen. En dat is natuurlijk de legendarische pistol squat. Met calisthenics kan je die natuurlijk niet missen. Deze train ik meer op massa, dus ongeveer 8 tot 12 herhalingen.
Hierbij doe ik 3 tot 4 setjes van elke kant, bij elk been. En hierbij ga ik natuurlijk zo diep mogelijk, helemaal tot de grond. En als het even niet lukt, als ik mijn balans verlies, dan probeer ik mezelf wel weer op te pakken, te herstellen. Zodat ik wel minimaal die 8 tot 12 herhalingen in één keer maak. Want dan ga je echt massa creëren. Daarna doe ik weighted pistol squats met een klein gewichtje aan de enkels. Gebalanceerd op een parallet. En dat is leuk even voor de uitdaging en natuurlijk ook goed, super goed voor je stabilisatie. In het begin begon ik zeg maar laag vanaf de parallet en ga ik omhoog. En dit is de enige keer tijdens deze workout dat die vanaf boven lukte naar beneden. En vervolgens sluit ik de leg workout nog af met een core exercise. En hierbij ga ik eigenlijk richting een V-sit toe en doe ik heel gecontroleerd. Breng ik mijn benen naar mijn lichaam toe. En ik probeer de oefening zo gecontroleerd mogelijk uit te voeren. Hierbij ook ongeveer 6 herhalingen en zo langzaam en zo gecontroleerd mogelijk voor het opbouwen van kracht. Dus guys, dit was mijn leg workout. 2 oefeningen met gewicht en 2 oefeningen zonder gewicht, bodyweight. En dat is eigenlijk hoe ik altijd mijn leg workouts combineer. En op het einde sluit ik het altijd af met een buikspieroefening. En natuurlijk guys, even een kleine flex op het einde om te kijken hoe het ervoor staat met mijn spiermassa in mijn benen. Oké, dames en heren, ik loop hier nou in het bos. Het is super mooi weer, samen met Michelle. Eventjes vitamine D opdoen, van de zon genieten. We zijn nu onderweg naar een zweefvliegveld. Daar gaan we zo meteen even lekker wat drinken. Het is ongeveer 40 minuten lopen. En zo meteen ga ik ook samen met Jannik buiten sporten. Want het is eigenlijk de eerste dag van het nieuwe jaar van 2019 dat het mooi weer is. En natuurlijk, daar zijn jullie het allemaal mee eens, het allergrootste voordeel van calisthenics is natuurlijk dat je buiten kan sporten. Dus dat gaan wij vandaag doen. En trouwens, wij kijken natuurlijk altijd naar de reacties onder onze YouTube video's. En een van de reacties van een vorige YouTube video was iemand die vroeg hoe wij altijd gemotiveerd blijven om maar te blijven trainen. En ik denk persoonlijk voor mij is dat de manier waarop ik altijd doelen voor mezelf stel. Wij maken namelijk altijd programma's voor onszelf van ongeveer 8 tot 12 weken. Bijvoorbeeld, ik wil een 19 degree handstand push-up kunnen. Dat is natuurlijk heel moeilijk om dat in één keer te kunnen. Dus zet ik kleinere doelen voor mezelf. Bijvoorbeeld 3 handstand push-ups en een elbow planche voor 20 seconden bijvoorbeeld. En daar werk ik dan naartoe in de komende periode. En dan zie ik dat ik tijdens mijn workouts steeds dichter bij dat doel kom. En ik hou altijd ook in mijn achterhoofd het grotere plaatje. En dat is denk ik een grote motivatiefactor wat ons altijd gedreven houdt. Dus ik zou zeggen, neem dat mee in je workouts. Implementeer het voor jezelf. En hopelijk raak je hierdoor ook meer gemotiveerd om elke week die workouts te knallen. En dan gaan we zo meteen onze eerste workout pakken buiten in de tuin. Later. Oké, we staan hier nou in de tuin. Prachtig zonnetje. We hebben net een video opgenomen, een video over onze voeding. Dus eigenlijk hoe wij droog zijn gebleven de afgelopen 2 jaar terwijl we spiermassa hebben aangemaakt. Zodra je deze vlog kijkt, staat die al online. Link staat in de beschrijving. Kijk eens hoe mooi weer het is. Ik denk dat vandaag de eerste dag wordt dat we buiten gaan trainen. Ja, toch? En ook weer dat we eindelijk weer buiten video hebben opgenomen. Ja, precies. Oké, dames en heren, we staan hier in de tuin. We gaan beginnen met trainen. Mike is er ook. Ik heb hier parallet staan met een matras. Ik ga vandaag hands en push-ups trainen. En daarnaast ga ik ook een beetje front even doen. De matras ligt hier zodat het is een beetje een meetniveau. Dat ik zeg maar, ik wil zeg maar tot hier pushen. En een paar herhalingen maken zou mooi zijn. Laten we kijken of het mee zit vandaag. De eerste was volgens mij best diep. Bij de tweede ging ik net iets te diep, waardoor ik hem niet helemaal uit kon pushen. Maar ja, geeft niet.
Okay guys, mijn eerste oefening was de handstand push-up. We gaan door naar de volgende oefening. De tweede oefening is de bent arm planche. Het is eigenlijk een hold en die doe ik eigenlijk om juist in het diepste punt van de handstand push-up sterk te worden. Dus een pure oefening voor sterke schouders. Dat was echt een zware oefening. Zoals je ziet deed ik hem nog straddle, dus met de benen wijd. Ik heb eigenlijk nog nooit de full bent arm planche geprobeerd. Ik heb altijd met straddle begonnen, omdat ik weet dat de full gewoon veel zwaarder is. Hetzelfde als bij de backlever bijvoorbeeld. Maar ik ga het toch even proberen. Even kijken hoe ver ik kom. Ik ben benieuwd. Ging ik om het snuffert. Was het denk 3 seconden. 3 seconden full bent arm planche. Dat doe ik nog niet genoeg, dus ik ga gewoon weer terug naar de straddle bent arm planche. En zodra ik die ongeveer 15 seconden kan, dan ga ik pas door naar de full. Dus wij werken altijd met progressies. Pas als je van een bepaald level aantal seconden of aantal herhalingen gehaald hebt, dan pas kan je door naar de volgende variant. En zo bouw je eigenlijk altijd op naar een volledige skill, dus stap voor stap. Oké, ik heb nu 2 oefeningen gedaan. Dus het is nu tijd voor de 3e oefening voor de handstand push-up. En ik ga de elevated pike push-ups doen. En daarvoor ga ik deze tafel gebruiken. Oké, dames en heren, we zijn net klaar met de workout. Ik heb 3 oefeningen voor handstand push-up gedaan. Voor elke oefening doe ik altijd 5 setjes. 4 tot 10 herhalingen, meestal echt op kracht gebaseerd. En daarnaast heb ik ook nog 3 oefeningen van front lever gedaan. Maar ik wil het een beetje kort houden, dus heb ik niet gefilmd. Nou, als je nou interesse hebt in wat voor oefening ik doe voor de front lever, laat het even weten in de beschrijving. En misschien doe ik volgende week dan een video van mijn front lever oefeningen. En ja, dat was voor deze workout. Mike is ook klaar. Wat basisoefeningen gedaan. Ik ben al rustig weer aan het opbouwen. Het gaat steeds beter nu sinds ik de basis aan het doen ben. Dus volgende week weer knallen. Yes, precies. Oké, dames en heren, dit was weer onze wekelijkse vlog. Een korte samenvatting wat wij allemaal doen door de week. En even een kleine update over de Calisthenics Retreat die wij aan het organiseren zijn in Ibiza in het einde van april. We hebben nu een aantal aanmeldingen en er zijn nog steeds een aantal plekken beschikbaar. En we moeten natuurlijk ook een minimaal aantal aanmeldingen halen om de retreat door te laten gaan. Dus mocht jij nog twijfelen en wil jij 4 dagen met ons op vakantie, lekker chillen aan het strand, nieuwe vrienden maken, natuurlijk heel veel sporten, leuke activiteiten doen, dan meld je alsjeblieft aan. Je zou ons er ontzettend mee helpen en ook alle anderen die zich al aangemeld hebben. En dan gaan we daar gewoon een ontzettend leuke week van maken. Ja, precies. En jongens, vergeet ook niet, de Full Journey is in de aanbieding van 29 naar 19 euro. En volgende week, dus dat is zondag, gaan wij een workout doen van de Full Journey. Maar we weten nog niet welke. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. We willen of een beginners workout doen, of een gevorderde. En ook of een skill, of een krachtworkout. Dus laat even weten of je iets van de handstand wil zien, of juist iets van de basic strength. En dan gaan we daar zondag een video over maken. Ja, precies. Dus dat was het voor deze video. Vond je deze video nou interessant? Vergeet dan niet even om deze video te liken. En abonneer ook op ons kanaal voor meer video's. En dan zien we jou volgende week zondag. Peace out, guys. Later.